Zondagochtend 7:30. Net gemediteerd met mijn kameraad in stilte. Hij is weer weg. En die stilte is zo krachtig. En het enige wat daar nog overblijft is de vraag: is het werkelijk zo belangrijk? Dat ik alle impulsen van de geest de hele dag volg. Ik zit hier en kijk naar buiten. Het regent, de wind, dat bladerenspel, die takken. Ik voel mijn maag rommelen, er komt een boer omhoog. En natuurlijk, hè, het leven is belangrijk. Gezin, carrière, hypotheek, is allemaal belangrijk, dus dat negeer ik niet. Wat er wel is, dat er met een soort kritische bril eens gekeken kan worden naar dat hele circus. En dan kan het zijn dat er iets verschuift in al die keuzes. Nou, dat is wat ik ervaar als ik hier zit. En ik had al een heel plannetje, een heel to-do-lijstje voor deze dag. Ja, dan komt inderdaad die vraag bij mij omhoog. Alle impulsen die in de geest opkomen deze hele dag, moet ik die werkelijk volgen? Is dat werkelijk belangrijk?